Uit het diepe water van de Oosterschelde komt heel glorieus de langste brug van Europa tevoorschijn. Een geprefabriceerd betonnen gevaarte van ruim 5 kilometer lengte, dat in zijn geheel vervaardigd wordt in een enorme betonfabriek die tot dit doel is gebouwd aan de veerhaven van Cats op Noord-Beveland. Hier worden alle onderdelen van de brug in reusachtige segmenten in voorgespannen beton gefabriceerd. Helemaal nieuw op deze schaal is het systeem van betonnen buizen van 4,25 meter uitwendige diameter en een wanddikte van 35 centimeter in lengten van niet minder dan 50 meter, waarvan er telkens 3 naast elkaar in de bodem worden gedreven, die dan samen een van de 54 pijlers van de nieuwe brug vormen. Op deze manier is het niet nodig om voor elke pijler eerst een bouwput te maken, waardoor de kosten van de brug minder dan de helft zijn dan die volgens een oud systeem. Al die betonnen buizen worden één voor één met een speciaal geconstrueerde lichter naar de plaats van bestemming gevaren. Een enorme bok van 67 meter hoogte wacht de buis daarop en begint hem, zodra hij boven zijn plaats is gemanoeuvreerd, overeind te trekken. In de bodem van de lichter is een gleuf uitgespaard, zodat de onderkant van de buis reeds onmiddellijk in het water verdwijnt en profiteert van de opwaartse druk van het water. Zodra de buis rechtop staat, begint men met het procedé van onderspoeling, waardoor het gevaarte door zijn enorme gewicht in de bodem gaat zakken. Er staan al 2 buizen naast de nieuw aangekomene, die nu langzaam meters diep in de bodem verdwijnt. Daarna wordt het onderste stuk met beton gevuld, zodat die onwrikbaar vaststaat. Telkens als er 3 van deze buizen naast elkaar staan, worden ze buigvast ten opzichte van elkaar ommanteld met een caisson. Boven dit caisson komt een V-vormig pijleropzetstuk dat evenals alle losse stukken van dit gigantische bouwpakket in de betonfabriek gemaakt is. Hier worden ook de geweldige betonnen dozen gemaakt die de pijlerconstructie voltooien en waarvan het wegdek dus de bovenste afsluiting is. In deze meesterlijke constructie volgt nu het optreden van een stalen montagebrug die van pijler tot pijler wordt geschoven en die telkens ter weerszijden van iedere pijler de dozen die de segmenten van de overspanning zijn ophijst en aan elkaar verbindt. Deze segmenten bevatten al de gaten waardoor de kabels van hoogwaardig staal worden gespannen die de doos op de pijler verbinden met de segmenten ter weerszijden daarvan boven het water. Zonder de technische mogelijkheden die het voorgespannen beton biedt zou de brug niet in zo'n korte tijd gebouwd kunnen worden. Een kunstje met lucifersdoosjes en een elastiekje laat nog het duidelijkst het principe zien dat aan deze constructie ten grondslag ligt. Halverwege de overspanning blijft tussen de constructieelementen een kleine gleuf open. Het wegdek dat ongeveer 17 meter boven het water ligt is 2-baans en opzij is ruimte voor fietsers en brommers. De provincie Zeeland verlost het eiland Schouwen-Duiveland uit zijn isolement met deze even gigantische als geniale brug, die tegelijkertijd een symbool is van de dynamiek van dit gewest.